Nou, heel fijn om hier te zijn. Ik uh, ga het vandaag hebben over Hij is bij jou. God is bij jou. En uh, het grappige is, ik was gisteravond uh, nog een laatste puntje op de i, uh, of heel veel puntjes op de i aan het zetten. <laughs> um, en toen kwam het, aan het einde Dag bedacht ik me van: Joh, mijn naam betekent ook Hij beschermt jou. Hij is bij jou. Dus dat is wel heel uh, bijzonder, allemaal. Um, nou, ik ben dus gevraagd om kort iets met jullie te delen. En uh, ja, toen mij dit gevraagd werd, vond ik dat echt super spannend. Ik dacht echt van, ja, uh, kan ik dit wel en uh, moet ik dit wel doen? Dus er schoten allemaal smoesjes in mijn hoofd van, joh, misschien moet ik het maar afzeggen. Of uh, ja, ik heb het druk, weet ik veel. Maar ik dacht, weet je, ik geloof dat God door mij heen wilt gaan spreken. En uh, dat door mij heen minstens één leven kan gaan veranderen. En ik vind, ik moet die, die kans dan gaan pakken. En vaak werkt dat zo, hè, wanneer je uh, diep van binnen voelt: van joh, ik, ik wil echt graag iets doen uh, voor God. Ik voel echt dat God tot me spreekt en uh, door mij heen wil gaan werken. Dan voel je vaak emoties van twijfel of angst. Uh, ik heb wel eens een keer mocht ik afzeilen uh, van de Euromast, heb ik knikkende knieën gehad. Ik was zo zenuwachtig en bang. Maar weet je, soms moet je jezelf herpakken, want Hij is bij je. En dat heb ik toen ook gedaan en ik, uh, vol vertrouwen ging ik uiteindelijk naar beneden en het stelde niks zoveel voor. Het is alleen om uh, het nemen van die stap, dat maakt het vaak heel erg eng. Um, en in zo'n geval denk ik, in zo'n situatie denk ik altijd uh, aan de tekst In geval van nood breek glas. Je kent het wel, zo'n rood kastje aan de muur. Uh, Daar wil je eigenlijk stiekem wil je ook wel eens een keertje opdrukken. Moet je niet, niet doen, maar uh, in geval van nood breek glas. Um, en dan denk ik altijd eventjes, van, joh, God, wat wilt u in mijn leven doen? En eh, ja, welke keuze moet ik maken? Even een, tijd, een moment van bezinning. Soms heb je dat even nodig om even een weloverwogen beslissing te maken en God bij je beslissing te betrekken. En dan denk ik altijd aan de tekst Efeziërs 3, vers 20. En dat vind ik zo'n mooie tekst. Het is een uh, tekst die ik in mijn connect ook heel vaak heb gedeeld met uh, mensen. En daar staat, God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. En dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. En het mooie is aan die tekst, als daar staat, God kan doen wat wij willen, wat wij bidden of beseffen, is eigenlijk al prima. Hij kan doen wat jij, wat jij bidt. Maar nee, Paulus dacht van nee, dit dekt niet de lading. Hij dacht. God kan meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Maar dat dekt nog steeds niet de lading. God kan veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. En ook dat dekt niet de lading, want Hij kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. En dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. In ons. Ieder van ons, hier, maar ook thuis. Gods kracht zit al in ons, alleen wij moeten het vrijzetten. He? En Hij wilt je zo vaak laten zien hoe we dat kunnen doen. Uh, en er zijn zoveel momenten dat je afgeleid raakt, of je twijfelt, of je bent bang om iets te doen wat God vraagt aan je om te doen. He? Je kent het verhaal van Jona. Nou, die vluchtte ook. Dat hebben we ook wel eens, dat we vluchten voor wat Hij aan ons vraagt. Maar dat liep niet zo goed af. En uiteindelijk kwam hij tot één uh, uh, tot keer en dacht van nee, ik ga gewoon doen wat God doet. En vervolgens is een hele stad tot bekering gekomen. Hoe mooi. En dan kom ik bij punt twee, want Hij is bij je. En uh, toevallig moest ik bij de, in, tijdens de voorbereiding ook denken aan uh, het nummer wat we net hebben gezongen: There's another in the fire van Hillsong. Want God staat naast je wanneer jij denkt van joh, dit gaat allemaal niet meer goed komen. Hij staat naast je. En het mooie vind ik ook aan het verhaal van Sadrach, Mesach en Abednego. is dat uh, te, hoe, hoe spannend is het eigenlijk als iedereen buigt en jij blijft als enige staan? En het is niet een, een groepje mensen, nee, het is een heel volk. die moest buigen. En zij dachten, nee, ik dien God. Maar ook David, het verhaal van Goli, David en Goliath, had iedereen. Uh, ja, je, je kent het verhaal en ook mensen die niet zo bekend zijn met de Bijbel kennen het verhaal. En dan denk je altijd aan een kleine man die een grote reus verslaat. Is heel bijzonder. Maar wat ook heel mooi is, is dat hij, hij had het brandend verlangen om op te komen voor zijn God, want die reus maakte God belachelijk. En niet alleen de vijand lacht hem uit, maar ook zijn eigen familie, zijn eigen vrienden, zijn eigen volk lacht hem uit en dacht van ja, wie ben jij nou? Jij kan dit niet. Maar God was bij hem en hij heeft overwonnen. En punt drie: hoor wat God door jou heen wilt gaan doen. Misschien spreekt God nu wel tot jou hè? tijdens de worship, of de preek, of je gesprek met iemand hier in de kerk, of tijdens Connect. En uh, dat vind ik zo mooi aan het Hebreeuws. Uh, ons on, Nederlandse taal is soms wat uh, ja dekt niet altijd de lading. Als wij denken aan het woord horen, dan denk je aan geluid wat in je, in je oor komt. Maar in het Hebreeuws uh, heet dat shema. En shema is niet alleen horen, maar dat betekent ook: focus je op wat je hoort en reageer op wat je hoort. Dus doe er wat mee. He, dus er zit ook een actie aan verbonden. En daarom is mijn vraag aan jou: hoe zit jij hier vandaag? Hoe zit jij thuis op de bank? Hoor jij wat daar hier gezegd wordt? Hoor jij wat God tot jou wil spreken? Hoor je dat? Maar luister je ook echt aan dat? Naar wat hij wil gaan doen in jouw leven. En als laatste, doe je er wat mee. He, dus misschien hoor je het wel en denk van ja, ik hoor wat hij zegt, maar doe je dan ook iets. En als je ervoor kiest om er toch wat mee te gaan doen, wat ik zeker aanmoedig, weet dan. Dat God kan oneindig veel meer doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Want dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. En in jou en in jou en jou, en ook jou thuis. Amen.